Wendy, je komt ook met de nieuwe plaat? Ja, ja, een van de nieuwe. Hoe heet je nieuwe nummer? Follow Rivers. Hoe kom je erbij om dit nummer te maken? Ja goed, ik ben inderdaad eerst ook begonnen met Nederlandstalig. Is ook heel leuk om te doen. En ik vind namelijk de nummers van 70, 80 jaren vind ik gewoon super. En ik denk nou, die allemaal in een nieuw jasje te steken en dan opnieuw uitbrengen. En dan echt een lekkere vette beat eronder. Dat is het gewoon. Dat ben ik, dat hoort bij mij. En zo is het eigenlijk begonnen en dat ben ik dus ook aan het doen. Je vertelde meerdere nummers, vertel eens nog meer titels. High Energy, If You Could Read My Mind. Ik heb Borderline opnieuw uitgebracht. Er zijn eigenlijk zoveel nummers. Eigenlijk echt een beetje soul, classic nummers. En die echt helemaal in een nieuw jasje te steken. En daarmee ben ik dus nu op dit moment een album van aan het maken. Is dit nu leuker als het Nederlandstalige? Nou, leuker wil ik niet zeggen. Maar ik vind wel, het past beter bij mij. Dat ben ik gewoon. Daar kan ik me beter in uitlaten. En ja, Nederlandstalig hebben we eigenlijk al zoveel. Maar het is leuk voor de bij. Maar ja, ieder zijn eigen dingen, dat ben ik gewoon. En op dit moment ben ik heel veel bezig. Ook die nummers wat ik dus uitbreng, wordt voornamelijk uitgebracht op dit moment in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En daar ben ik dus heel veel te zien. En ja, daar in die plaatsen. En hier in Nederland? Voornamelijk wel Limburg en Brabant die kanten uit. En dan ja, wel mijn optredens op feestjes, bruiloften natuurlijk en zo. Dus dat is heel leuk voor de bijen natuurlijk ook. Het is gewoon helemaal leuk om te doen.